Een medewerker van kinderopvang Walcheren wordt verdacht van ontucht met een 3-jarig meisje. Hij is gisteren aangehouden door de politie. De 24-jarige man werkt op de locatie Tuimelaar in Vlissingen. De ontucht waarvan hij wordt verdacht zou recent zijn gepleegd. Vooralsnog is er sprake van 1 aangifte. Alle ouders van kinderen die op de Tuimelaar zitten werden gisteravond ingelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Ruim 200 ouderparen waren daarbij aanwezig. Volgens burgemeester Roep van Vlissingen, die bijeenkomst bijwoonde, waren de ouders geschrokken en was er ook ongeloof. De aangehouden medewerker werkt sinds oktober op de locatie Tuimelaar. Voor die tijd werkte hij ook incidenteel op andere locaties van de kinderopvang, maar of daar sprake is geweest van mogelijke ontucht is niet bekend.